Afgelopen weekend stond in Hoensbroek het Parkstad Ballonfestival op het programma. 3 dagen lang zouden verschillende luchtballonnen vanaf het kasteel het luchtruim kiezen, maar dat liep anders. Alleen op vrijdag, de eerste dag van het festival, konden 3 ballonnen opstijgen. Plotseling, in een kwartiertijd, betrekt het helemaal en komt er een grote bui op ons af. En nu zitten we te twijfelen of we nog kunnen starten of niet, of dat het dan te laat wordt om nog een fatsoenlijke ballonvaart te maken. En dus dit hoort er nu een keer bij, maar we hebben dit jaar wel ontzettend pech. Gisteren helemaal verregend. Alleen vrijdagavond hebben we een vaart kunnen maken. Toen was het heel mooi, ging alles geweldig. En vandaag hadden we ook gedacht, tot 1,5 uur geleden zei de KNMI nog tegen mij: de curvers, er is niks aan de hand, helemaal prima vanavond, je kunt een heel mooi ballon vangen. Zondagmiddag bij de voorbereidingen legt een ballonvater nog optimistisch uit wat er gaat gebeuren. Ik schätze dat we nog ongeveer 15 minuten voorbereiding brauchen, bis we anfangen den ballon met kalter luft te vullen, met een ventilator. Und sobald wir dann alles, sobald der Ballon mit kalter Luft gefüllt ist, fangen wir an, mit dem Brenner langsam die Luft zu erwärmen. Und erst wenn die Luft dann warm genug ist, steigt der Ballon von alleine auf. Das ist dann die Situation, wo man sich nur noch festhalten muss und der Ballon steht irgendwann mal. Und Sie wissen natürlich nicht, wo gelandet werden kann und wie lange die Fahrt dauert, oder? The answer is blowing in the wind. Die Frage wird unheimlich häufig gestellt, wohin wir fahren. Und ich weiß nicht, ob man im Niederländischen auch fahren sagt. Im Deutschen fahren die Ballone. Ich denke, wir werden heute in Richtung Aachen kommen, Vetschau, in dieses Gewerbegebiet Atlantis. Aber das ist schon wirklich eine viel zu präzise Vorhersage. Letztlich, wir wissen es nicht. Wir wissen, dass die Windrichtung ungefähr in Richtung 140 Grad geht. Und das ist ungefähr der Norden von Aachen. Orsbach, Richterich, Horbach, Avantis, alles das liegt in Reichweite. Ballonvaren kann allein unter ideale Umstandigheden. Regen ist gefährlich, um 2 redenen. Bei Regen heb je 2 dinge. Ten eerste wordt je materiaal helemaal zwaar en nat. En ten tweede loopt vaak in de lucht de visibility, heet dat, hè? Dus hoe ver je kan kijken terug. En daar moeten we aan wettelijke normen voldoen dat je minimaal 10 kilometer zicht hebt. Richting Aachen dus, en dat maakt de zaak nog riskanter. De ballon moet immers ook weer aan de grond worden gezet. Zouden we bijvoorbeeld naar het zuiden gaan, dan is achter de autoweg is meteen open land alleen maar kilometers lang. En dan kan je zo'n beslissing eerder nemen. Maar niet als je over de hele stad moet. Dat zijn gewoon, gaat gewoon om de veiligheid. Curvers is teleurgesteld. Zo'n onverwachte bui komt zelden voor. Kijk, ik doe dit al sinds 1977 en ik weet dat ik altijd met het weer te maken heb. Maar dat het zo plotseling verandert, nadat je 2 keer met de meteo hebt gesproken, dan verwacht ik dat ook niet. Totdat je het ziet gebeuren. Jammer. Maar gelukkig hebben we de beelden van vrijdag nog. En het is te hopen dat tijdens het volgende festival de weersomstandigheden beter zijn.